Wat frustrerend een beetje is dat om uit te, als je bijvoorbeeld aan een sterrenkundige vraagt wat doe je, dan is dat in een paar seconden uitgelegd. Hè. Je kijkt naar de hemel, wat voor sterren zie ik, wat voor melkstelsels zijn en iedereen begrijpt dat en helder en is geïnteresseerd. Terwijl als ik wil zeggen wat ik doe, heb ik even een verhaal nodig om uit te leggen wat überhaupt het probleem is wat ik probeer op te lossen. Als we rondom ons heen kijken en het blijkt, dan zijn er gewoon een eindig aantal kleinste deeltjes waaruit alles wat we zien opgebouwd is. En daar hebben we dus een soort beeld van. Dat heet dan het standaardmodel van de kleinste deeltjes. En dat is nog niet helemaal compleet. Het is echt een model, dus er zijn ook nog, het is nog een ontbrekend deeltje, het zogeheten Higgs-deeltje. Nou moeten we daar ook berekeningen aan doen. En dan blijkt dat die wereld van kleine afstanden, dat die wereld die wordt bepaald door de, wat heet de kwantummechanica. Kijk, we zijn er vaak aan gewend dat de dingen die we zien in de natuur, dat die willekeurige waarde aan kunnen nemen. Bijvoorbeeld een lengte van iets, dat kan dat van alles zijn. Iets, een stok kan een meter zijn, maar kan ook bijvoorbeeld driekwart meter zijn, of zelfs wortel 2 meter of pi meter. En waar we nu achter gekomen zijn, is dat een aantal observabelen, als je op hele kleine afstanden gaat kijken, dat die niet alle waarden aan kunnen nemen, maar alleen een bepaald discreet aantal waarden. En we zeggen ook wel, de waarden zijn gekwantiseerd. Maar dat is als je naar kleine afstanden kijkt. Dan heb je kwantummechanica. Is in principe, niemand gelooft dat we de kwantummechanica precies begrijpen of dat het de uiteindelijke theorie is, maar we hebben er wel een beeld van, we kunnen de berekening mee doen. Maar nu kan je ook de andere kant op kijken. We gaan weer terug naar het dagelijks leven en dan gaan we naar grote afstanden kijken. Je kan ook steeds groter gaan. En dan kan je afvragen van, wat is nou de natuurkunde die we moeten gebruiken om wat er gebeurt op die grote afstanden te verklaren? Hè? Want hoe worden sterren gevormd? Hoe worden melkstelsels gevormd? En dan blijkt dat die kwantummechanica, die we dus nodig hebben bij deeltjes, die is volstrekt onbelangrijk. Wat we dan nodig hebben is de zwaartekracht van Einstein. Want die sterren, alles werkt onder invloed van de zwaartekracht. Bij die kwantummechanica zijn er drie krachten in het spel. Dat is de zogeheten elektromagnetische kracht. Dat is een combinatie van elektrische en magnetische krachten. En dan heb je nog de zwakke kracht. Dat heeft te maken met fluorescentie. Bijvoorbeeld het feit dat je 's nachts op je horloge kan kijken hoe laat het is. En je hebt de sterke kracht. Die zorgt ervoor dat de atoomkernen, daar zitten nog kleinste deeltjes in, protonen en neutronen, dat die bij elkaar gehouden worden. En er zitten ook nog hele kleine deeltjes in quarks en die moeten allemaal bij elkaar gehouden worden. Dat doen de sterke kracht. Dus in principe zou je denken, heb de een of de ander niet nodig. Nou, dat blijkt dus niet waar te zijn. En dat heeft te maken met het feit dat wij in een heelal leven dat niet statisch is, maar dat uitbreidt. Maar dat betekent dus dat als we het hebben over grote afstanden, dat zijn nu grote afstanden, maar als we willen begrijpen hoe het heelal er vroeger uitzag, dan hebben die grote afstanden, die zijn gaan mengen met de kleine afstanden, want kort na de Big Bang zat alles dicht bij elkaar. Dus als we die toestand van het heelal willen beschrijven, dan moeten we zowel gebruik maken van de kwantummechanica als van de zwaartekracht. En ik werk nou aan een voorstel, dat heet de snaartheorie, die probeert toch dat huwelijk tussen de kwantummechanica en de zwaartekracht te bewerkstelligen. Dat ze toch bij elkaar gevoegd kunnen worden. En dat gaat met een bepaalde aanname. Kijk, tot nu toe hebben we altijd gedacht dat de deeltjes in de natuur, dat het, bijvoorbeeld een elektron, dat het gewoon een klein bolletje, een puntje is, een puntvormig deeltje is. En de aanname in die snaartheorie die zegt van nee, dat lijkt wel zo dat het een puntje is als je er ver vanaf staat, maar als je nou met een loepje heel dichtbij zou kunnen kijken, dan blijkt dat puntvormige deeltje eigenlijk een klein trillend snaartje te zijn. Iedere kracht, de krachten die ik genoemd heb, die worden eigenlijk gedragen altijd door een speciaal deeltje, een krachtdeeltje. Bijvoorbeeld de elektromagnetische krachten die worden gedragen door lichtdeeltjes. En de sterke krachten door plakdeeltjes, gluonen. Zwaartekracht door, heet dan technisch een graviton, een zwaartekrachtdeeltje. Dus die deeltjes, als je die hebt, dan weet je ook dat die krachten er zijn. En kijk, het idee in die snaartheorie is dat iedere trilling, die snaartjes kunnen op een bepaalde wijze trillen. Net zoals een vioolsnaar op verschillende wijzen kunnen trillen. En iedere trillingswijze correspondeert dan met een deeltje. En dan blijkt, als we kijken naar bijvoorbeeld gesloten snaartjes, dan,
dan zitten daar trillingswijzen bij die precies de eigenschap hebben van zo'n zwaartekrachtdeeltje. Dus met andere woorden, die snaartheorie die voorspelt al dat er zwaartekracht is. Dus we kiezen daar niet voor. Nee, als je naar snaartjes gaat kijken, naar die trillingswijze, dan zit daar al een bepaalde deeltje bij die met de zwaartekracht overeenkomt. En andere snaartjes, dat zijn de open snaartjes, dus die zijn niet gesloten maar open, die leiden weer tot trillingswijzen die precies overeenkomen met die lichtdeeltjes en die deeltjes die de andere krachten van de deeltjesfysica beschrijven. Ik weet wel dat ik over Einstein las in een gewone een of andere grote encyclopedie. Maar ik ben ook niet iemand geweest die nou allerlei natuurkundeboeken gelezen heeft. Ik was wel nieuwsgierig. Ik las allerlei boeken over geschiedenis en over allerlei dingen. Het was meer kennis absorberen. Over kunstgeschiedenis, ook filosofie. Het was meer het absorberen van kennis. Eigenlijk nog niet zo speciaal natuurkunde. Maar wel vond ik op school ook altijd natuurkunde altijd het leukste. Dus ik wist wel, ik wil natuurkunde gaan studeren. En dat ben ik dus ook gaan doen. Onderzoek moet je gewoon zelf leren. Er zijn geen regels van onderzoek moet je zo doen. Het is in zekere zin is het een anarchistisch geheel. Als er kansen zijn, dan spring je erop in. En ook als de manier waarop je het doet alle wetten overtreedt, dan doe je het gewoon. Maar het lijkt me wel heel leuk en dat vind ik een grote uitdaging bij het academo-leerschap. Je kan een jonge onderzoeksleider aanstellen om die dan te coachen. Want het leuke is, ik heb de ervaring en de kennis. En zo'n jong iemand heeft toch de onbevangenheid. Dus die springt overal op in. En dat ervaar ik als heel stimulerend. Vaak door te praten met jongere mensen ga je zelf ook openstaan voor allerlei ontwikkelingen. En dan is er een mooi uitwisselingsproces. Ik weet ook vaak de literatuur en de ervaring van daar zou je eens naar moeten kijken of dat moet doen. En zo'n jonge iemand heeft echt nog die drang en die hongerigheid om echt ergens bovenop te springen. De energie ook. En die combinatie vind ik wel heel leuk. En natuurlijk ook wel het in contact staan weer met de volgende generatie.